Ik heropen de vergadering. Het is een beetje ongemakkelijk, maar we gaan verder met het mondelinge vragenuur. En vandaag staat het mondelinge vragenuur ook in het teken van de aanslag in Utrecht. En ik geef de heer Van Haarsma-Buma namens het CDA het woord. Mevrouw de voorzitter, allereerst dank aan u en ook aan de minister-president voor de woorden van medeleven en respect die u zojuist namens ons en namens Nederland heeft uitgesproken. De afschuwelijke gebeurtenissen in Utrecht van gisteren houden ons ook vandaag nog bezig. Drie mensen zijn door een brute daad van geweld uit het leven gerukt. Vijf anderen raakten gewond. Ik wens alle families en naasten die dierbaren hebben verloren kracht en sterkte toe. En ben in gedachten bij hen die op dit moment in het ziekenhuis liggen. Ik wil ook mijn grote waardering uitspreken voor de hulpdiensten, voor de politie, het ambulancepersoneel, de brandweer. En groot respect wil ik ook uitspreken voor de omstanders die in dat bange uur als eerste ter plaatse waren en zich over de slachtoffers bekommerden. Na de dag van gisteren blijft Nederland met heel veel vragen zitten. Vragen waarvan het goed en nodig is dat ze gesteld worden. Ook hier. Vandaar de vragen vandaag. Tegelijkertijd realiseert het CDA zich terdege dat de bewindslieden nog niet alle antwoorden hebben. Die zullen later pas komen. En als er meer bekend is, dan zullen we ook met het kabinet nader spreken over wat er gebeurd is. Over de lessen die getrokken kunnen worden. Maar voor nu de volgende vragen. En dat zijn vragen die gaan over het vervolg van wat er gisteren gebeurd is. En ik denk dat dat vragen zijn die allereerst op het terrein liggen van de minister voor Veiligheid en Justitie. Justitie en Veiligheid moet ik goed zeggen. Allereerst, er werd al even over gesproken, maar is meer te zeggen over het mogelijke motief van de dader. Omdat daar tussen gisteren de start en het eind verschillende berichten over in de media kwamen en ook naar buiten zijn gebracht. Wat is het mogelijke motief? En het tweede, het lijkt erop alsof deze verdachte een historie heeft tot recent van strafbare feiten. En velen zullen zich afvragen hoe kan het dat zo iemand zo vrij rondloopt. Ook die vraag stel ik aan de minister. En tenslotte, wat kan de minister ons nu al zeggen over de achtergrond van de dader, van de verdachte, die gisteravond gelukkig is aangehouden in Utrecht? Dan geef ik nu het woord aan de minister van Justitie en Veiligheid. Voorzitter, er heeft zich gisteren een ernstige aanslag voorgedaan in Utrecht. Waarbij een man in een tram, hij heeft geschoten op medepassagiers. Er zijn drie doden en drie zwaar gewonden te betreuren. Ik leef mee met de slachtoffers en hun naasten. Maar ook met allen die dat daar ter plekke hebben moeten meemaken. Gisteren stond in het teken van het beëindigen van de dreiging en het opsporen van de verdachten. De hoofdverdachte is aangehouden en het gaat er nu om dat alle feiten en omstandigheden in beeld worden gebracht. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment in volle gang. De betrokkenen is bij justitie bekend. Tot dusver wordt er door het Openbaar Ministerie ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief. Andere motieven worden niet uitgesloten en die worden ook onderzocht. In het belang van een onafhankelijke rechtsgang is het zaak dat politie en Openbaar Ministerie alle ruimte krijgen om de feiten en omstandigheden te onderzoeken. Ook met betrekking tot het vrij rondlopen, ook met betrekking tot de achtergrond. Ik kan daar op dit moment juist in het belang van die rechtsgang niet nader op ingaan, voorzitter. Ik wil nog één ding tenslotte zeggen. Deze aanslag is een grote schok voor onze samenleving. En het is van belang dat we onze kalmte bewaren en de politie en het Openbaar Ministerie hun werk laten doen. De heer Van Haarsma-Buma. Dank aan de minister voor zijn antwoorden voor zover. Ik zei al, ik realiseer me dat veel van de vragen nog niet te beantwoorden zijn. Dat neemt niet weg dat
ooit die antwoorden moeten komen. Zowel over de zaken en de dader en de achtergronden, als ook wat het betekent voor de veiligheid die in ons land zo ontzettend belangrijk is. Dus mijn vraag aan de minister zou tot slot zijn hoe dit onderzoek verder zal vormgegeven worden. Ook waar het betreft andere vragen dan alleen het strafrechtelijke. En ook hoe de Kamer hierover geïnformeerd kan worden. Zodat we hier daadwerkelijk ook op een gegeven moment een debat kunnen voeren over wat we hieruit kunnen leren. En wat we maximaal kunnen doen voor de veiligheid in het land. De minister. Voorzitter. Allereerst, ik denk dat het echt nu van het grootste belang is dat dat strafrechtelijk onderzoek ongehinderd zijn gang vindt en ook kan worden voortgezet. Dat is één. Twee, het spreekt vanzelf dat wij met uw Kamer nader komen te spreken. En het kabinet zal uiteraard volle verantwoording afleggen aan de Kamer over de gebeurtenissen van gisteren, wat eraan vooraf ging en hoe gisteren is opgepakt. Dank u wel, meneer Van Haarsma-Buma. Dan ga ik naar de heer Wilders namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Wat een schandelijke verklaring van deze minister van Justitie. Hij moet zich kapot schamen om hier überhaupt in de Kamer met zo'n onzinverhaal te komen. We hebben een Turk in Utrecht die, terwijl die Allahu Akbar schreef en nu blijkt in zijn auto ook een papiertje is waar Allah stond en waar hij zijn moslimbroeders steunt, zomaar onschuldige mensen neerschiet. 3 mensen, zelfs mevrouw de voorzitter, vermoord. En het was niet zomaar iemand. Nee, het is iemand die blijkt te zijn vrijgelaten, mevrouw de voorzitter. Die blijkt te zijn vrijgelaten door het gerechtshof, terwijl het Openbaar Ministerie, waar deze minister verantwoordelijk voor is, zich niet heeft verzet. En wat had die man op zijn kerfstok al? Hij had op zijn kerfstok inbraak, diefstal, poging tot doodslag. Hij werd verdacht van verkrachting. En omdat hij zei dat hij zou meewerken, werd hij crimineel, werd hij islamitische terrorist, op zijn bruine ogen geloofd en heeft hij een paar weken later op klaarlichte dag mensen neergemaaid. U bent daar politiek verantwoordelijk. En ik zal dadelijk, mevrouw de voorzitter, een debat aanvragen, vandaag nog, en een motie van wantrouwen tegen deze slappe minister indienen. De minister. Voorzitter. Als gezegd, de feiten en omstandigheden in deze zaak, daaronder behorend het feit dat de betrokkenen een justitiedossier had, maar ook alle andere omstandigheden die worden gerelateerd, zullen in het onderzoek verder aan de orde komen. En het kabinet zal, zo heb ik al gezegd, daar ook zonder meer, wanneer dat strafrechtelijk onderzoek op een punt is gekomen dat dat mogelijk is, verantwoording afleggen aan uw Kamer. En ik denk dat het op dit moment in het belang van de zaak is om nou juist onze kanten daarover te bewaren en dat onderzoek niet in de weg te zitten. De heer Wilders. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk in het belang van deze minister. Deze minister die het allemaal onder het tapijt probeert te schuiven. Deze minister die het over de verkiezingen heen wil tillen. Maar uw eigen mini-openbaar ministerie heeft net publiek gemaakt. Zelf publiek gemaakt. Het zijn dus feiten waar ik het over heb. Dat hoeft niet onderzocht te worden. Dat de man nogmaals een strafblad had van hier tot Tokio, van verkrachting tot poging tot doodslag, van inbraak tot diefstal. En dat ze hem hebben vrijgelaten op 1 maart, omdat hij beloofde mee te werken aan het persoonlijkheidsonderzoek. En in plaats dat hij dat deed, mevrouw de voorzitter, kocht hij een wapen. Laadde die het wapen. Ging die op maandagmorgen naar de wijk Kanaleiland, waar ik zelf 10 jaar gewoond heb. En ging die in de tram, ging die lukraak, want de slachtoffers hadden geen enkele band met hem. Dus niks eerwraak of familie of relatieproblemen. En schoot die onschuldige mensen dood. Omdat het OM hem heeft vrijgelaten. En u bent er verantwoordelijk voor. En u moet opstappen. Wegwezen. Voorzitter, het is juist dat het Openbaar Ministerie een aantal feiten publiek heeft gemaakt. Er is dus ook niet sprake van het onder het tapijt vegen. En ik benadruk nogmaals dat het kabinet voor deze afschuwelijke gebeurtenis en wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan, maar ook voor de verdere afwikkeling daarvan, volledig en in open transparantie naar uw Kamer verantwoording zal afleggen. De heer Klaver namens GroenLinks. Voorzitter, het voelt raar om hier te staan, maar het is ook goed dat we met elkaar spreken over deze tragedie die in Utrecht heeft plaatsgevonden gisteren. Het meest verschrikkelijke nog wel is dat welke woorden we ook vandaag, hoe mooi ze zijn of hoe hard ze zijn, de 3 doden krijgen daarmee, komen niet meer tot leven. De slachtoffers die gewond zijn geraakt, krijgen hun leven niet meer terug. Maar toch is het belangrijk dat we hier staan en de vragen stellen. Want volgens mij is de vraag die iedereen deze morgen stelt bij de koffieautomaat, in de klas,
Waarom liep deze man op vrije voeten? En nu begrijp ik als de minister zegt, op geen enkele wijze wil ik het strafrechtelijk onderzoek hinderen. Ik vraag ook niet naar de strafrechtelijke implicaties. Wat wel belangrijk is, is hoe heeft het beleid van dit kabinet en voorgaande kabinetten hiervan op invloed geweest? Er is bezuinigd de afgelopen jaren op het OM, op het gevangeniswezen. En is daar een link tussen waarom deze man vrij loopt of niet vrij loopt? En daarom vraag ik om aan deze minister, ik snap dat hij dat misschien niet nu kan geven, maar de Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren, zodat we hier dan een goed geïnformeerd debat over kunnen voeren. De minister. Voorzitter, allereerst over de gang van zaken rondom het schorsen van de voorlopige hechtenis door het Hof Arnhem-Leeuwarden. Dat is aan de Raad voor de Rechtspraak om daarover te communiceren. En dat hoort ook bij de onafhankelijkheid van de rechtspraak en van de machten. En het andere punt dat de heer Klaver opbrengt, ik wil hier meteen zeggen dat bij het volledig evalueren van deze afschuwelijke gebeurtenis en wat daaraan vooraf is gegaan en hoe het die dag zelf is verlopen, maar ook alle aspecten daaraan vooraf, daar moeten wij als kabinet aan uw Kamer verantwoording afleggen en daar zal ik zeker ook bij betrekken de omstandigheden die de heer Klaver suggereert. Ik benadruk daarbij wel, ik wil echt een eventuele brief daarover, die zeg ik toe, maar die wil ik, voorzitter, als die echt inhoudelijk wordt, pas sturen als het strafrechtelijk onderzoek mij dat toelaat. Want ik wil die rechtsgang niet in de weg lopen. Mevrouw Thieme, namens de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ook gisteren werd het bij mij en bij mijn collega's koud om het hart toen we hoorden wat er gebeurde wat er gebeurd was in Utrecht. En ook wij leven ontzettend mee met iedereen die daar slachtoffer van geworden is en die nu groot verdriet heeft te dragen. Mijn vraag is zeker ook al gesteld door de heer Klaver zojuist als het gaat om het justitiële onderzoek. Maar het gaat bij mij vooral om de politieke vraag van waarom de minister-president en de minister van Justitie gisteren meenden te mogen preluderen op het motief van de dader door al te spreken over een mogelijk terroristisch motief. Daarmee eigenlijk de samenleving nog meer in een angstige onwetendheid laten verblijven. En in plaats van dat wij verwachten van het kabinet en van de minister-president dat hij deescaleert, dat hij mensen maand tot kalmte en dat hij ook het justitieel onderzoek afwacht voordat hij al op voorhand begint te speculeren over het motief van de dader. Dat lijkt mij in geen zin in het belang van een rustige samenleving die kalm blijft en die de juiste beslissingen neemt in plaats van wordt geleid door angst. De minister. Voorzitter, laat ik beginnen met te benadrukken dat het kabinet in zijn communicatie exact de bewoordingen van het Openbaar Ministerie heeft gevolgd. Dat is één. Twee, gisteren is al spoedig aangegeven dat sprake was van een aanslag. Ik heb dat tot twee keer toe ook verantwoord door uit te leggen dat dit gaat om een gebeurtenis met een zeer grote impact, met directe slachtoffers die, zoals ik al eerder zei, en dat is zonder precedent, in een gewone tram zijn neergeschoten. Of er sprake was van een terroristisch motief, dat was gisteren mogelijk en ik citeer nogmaals wat het Openbaar Ministerie daar vandaag over zegt. Er wordt ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief, maar andere motieven worden niet uitgesloten en worden ook onderzocht. Mevrouw Thiem. Voorzitter, het heeft ook een hele grote impact op de samenleving als je als kabinet, als leider van het kabinet ook al preludeert op de mogelijkheid van een terroristische aanslag zonder dat je daar nog enige aanleiding toe hebt om dat te kunnen staven. Dus ik vind dat er meer zorgvuldigheid moet worden betracht, evenals dat ik ook vraag aan het kabinet om te kijken naar in hoeverre er nog goede regie is in Utrecht, aangezien wij gisteren mochten vernemen van de burgemeester dat er nog drie verdachten waren opgepakt, maar dat die alweer waren vrijgelaten en dat de politie daarna een communiqué uitging waarin werd gezegd dat ze wel degelijk nog in hechtenis waren. Dat soort chaotische berichtgeving draagt niet bij aan het vertrouwen. En ik vraag het kabinet om daarop toe te zien.
De minister. Voorzitter, ten aanzien van het eerste punt. Het is van belang dat het kabinet in de communicatie naar de samenleving zich volledig richt op wat de deskundige autoriteiten, in dit geval het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, communiceren. En ik verzeker u, dat is gisteren en vandaag gebeurd. Het was heel vervelend dat vanmorgen ongelukkig genoeg de burgemeester foutieve informatie gaf. Dat was vanmorgen. Die is door de politie vrijwel direct gecorrigeerd. Het is niet aan mij om hier verontschuldigingen aan te bieden naar de burgemeester, maar ik begrijp de zorg van mevrouw Thieme. Maar voorzitter, via u tot mevrouw Thieme, wees ervan verzekerd dat de heer Albersberg, maar ook ikzelf, er voortdurend mee bezig zijn, ook om te zorgen dat die communicatie goed is. En het is ongelukkig dat dit gebeurd is, maar het is meteen hersteld. Mevrouw Marijnissen namens de SP. Voorzitter, wij zijn in hoofd en hart net zoals iedereen hier bij de mensen in Utrecht. En ik denk net zoals iedereen hier hebben wij vooral heel veel waardering en respect voor de hulpverleners en de burgers die gisteren zijn opgestaan, soms met gevaar voor eigen leven, om te doen dat wat nodig was. En net zoals iedereen hier waarschijnlijk hebben wij ook heel veel vragen. En dan moet me hier wel iets van het hart en ik zou daar ook graag een reactie van de minister op willen. Want ik heb gisteren in de loop van de dag en in de loop van de avond met stijgende verbazing, en dat ging op een gegeven moment naar verontwaardiging, naar stijgende walging eigenlijk, zitten kijken naar hoe sommigen in deze zaal om zijn gesprongen met de situatie van gisteren. En dan doe ik op mensen hier in de zaal die een stukje verderop in het koerhuis gaan speculeren over wat de antwoorden zouden kunnen zijn op de vragen die hier nog eerst in een democratie, in een rechtsstaat gesteld dienen te worden. Dus ik zou die collega's ook willen oproepen, stop daarmee. Voorzitter, ik heb tot vrij laat gisteravond in allerlei beraden en overleggen gezeten. Dus ik kan hier niet. Maar. Dan ga ik naar de heer Kuzu. De heer Kuzu namens Denk. Ja, voorzitter, dank. Ja? Wie was eerder? Van der Staaij. Ja? De heer Van der Staaij namens de SGP. Dank u wel, voorzitter. Wij alle voelen ons geraakt en aangeslagen door wat er gisteren in Utrecht gebeurd is. Die gewelddadige aanslag. En het is goed dat daar vandaag ook woorden aan gegeven is, nadat er ook eerst bij stilgestaan is. En onze gedachten en gebeden zijn we ook bij al die mensen die hierdoor zo direct geraakt worden. Voorzitter, maar ik vind het ook terecht dat we wel met elkaar nadenken. Doet de overheid alles wat hij kan doen om onze veiligheid te waarborgen? De minister zegt strafrechtelijk onderzoek loopt, kan er niet op vooruit lopen, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd merk ik dat de impact groot is van het feit dat mensen kennelijk heel wat op hun geweten kunnen hebben en onvoldoende in het vizier zijn van de overheid. En mijn vraag is dus aan de minister, als we kijken naar wat nu in het nieuws is gekomen, is hij bereid om ook breder te bezien of er mensen zijn met een behoorlijk strafblad, die ook in een omgeving verkeren waar ook jihadistische of salafistische sympathieën leven, en om te zien in hoeverre daar ook risico's zijn. Wordt dat onderzoek ook uitgevoerd? De minister. Voorzitter, vooropgesteld is dat onze diensten uiterst alert en werkzaam zijn. Ik heb afgelopen vrijdag, naar aanleiding van persvragen rondom het verschrikkelijke tragedie in Christchurch, op gewezen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die zoals u weet een onafhankelijke functionaris is, het dreigingsniveau in Nederland nog steeds op 4 handhaaft. Dat betekent substantiële dreiging. En dat is in sommige ons omringende landen anders. Daar was dat de afgelopen tijd naar 3 verlaagd. Dat betekent dat we, en dat is echt zeer hoog, en dat is dat we het allemaal zeer serieus nemen, zeer alert, en dat er ook echt veel daaraan gekoppelde, maar soms ook niet eraan gekoppelde, zichtbare en onzichtbare maatregelen worden getroffen. Dan blijkt toch, en ik vind het verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, dat er toch zoiets afschuwelijks als gisteren kan gebeuren. Het kabinet zal, als gezegd, met uw Kamer daarover in gesprek gaan, nadat eerst daarover verantwoording is afgelegd over de
nou ja, laat ik maar zeggen, de aanloop, wat daarvoor relevant is, en de gebeurtenis zelf. En voor het overige, het punt wat de heer Van der Staaij aanroert, dat kan ik alleen maar bevestigen dat we nog meer dan al gebeurde die alertheid zullen hebben ten aanzien van de verschillende onrust, nou ja, gevoelens die er bij personen en groepen kunnen zijn. De heer Van der Staaij. Voorzitter, dank voor deze reactie. Mag ik de minister vragen om zeg maar niet pas aan het einde van het strafrechtelijk onderzoek te berichten over de gebeurtenissen in Utrecht, omdat er ook nog bredere vragen kunnen zijn, maar ook zonder schade aan het strafrechtelijk onderzoek. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met stelselmatige daders? Dat er allerlei aspecten kunnen zijn waar het al waardevol is om daar al in de komende tijd al over bericht te worden. Voorzitter, dat lijkt mij een goed idee en ik stel mij zo voor dat ik uw Kamer wel op een afzienbare termijn, voorzitter, zal berichten over de zaken waar ik op kortere termijn, nog lopende het onderzoek, dieper op in kan gaan. En de zaken waarvan ik zeg, rechtsstatelijk kunnen we het daar nu niet met elkaar over hebben. Dus ik zal u die duidelijkheid snel geven en inderdaad ook lopend het strafonderzoek een aantal zaken die al wel beantwoord kunnen worden naar uw Kamer toebrengen. De heer Kouzou namens DENK. Ja, voorzitter, ik wil in de eerste plaats namens mijn fractie aangeven dat we het heel moeilijk vinden om van het ene moment op het andere moment over te gaan tot de orde van de dag. Want de gebeurtenissen van gisteren hebben vreselijke impact gehad in Utrecht, in Nederland, op heel veel mensen. Ik wil ook namens mijn fractie zeggen dat ik in gedachten ben bij de nabestaanden, bij de slachtoffers en bij iedereen die in het hart getroffen is. Voorzitter, dan over de communicatie. Want we zagen in de ochtend dat er vrij snel tegenstrijdige berichten naar buiten kwamen. De minister-president die sprak over een mogelijk terroristisch motief. En dan gaat het om het feit wat zulke berichtgeving, zulke mogelijke scenario's, wat voor impact zij hebben op de samenleving. Ik hoorde net de minister van Justitie en Veiligheid aangeven dat hij sprak over het volgen van de berichtgeving van het Openbaar Ministerie. Dat is misschien verstandig, maar is het ook niet de taak van de minister-president in het bijzonder om in dit soort gevallen leidend te zijn, leiderschap te tonen, in plaats van suggestieve berichten naar buiten te brengen waarbij er een mogelijkheid is tot dit of een mogelijkheid tot dat? Is het niet de taak van de regering om zaken uit te sluiten in plaats van nog meer olie op het vuur te gooien, zodat suggesties nog sterker worden? De minister. Voorzitter, ik wil nog eens benadrukken dat er door geen lid van het kabinet tegenstrijdige berichtgeving is gedaan. Ook niet door het Openbaar Ministerie. Wanneer u de communicatie achter elkaar zet, dan ziet u dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid van een terroristisch motief gisteren heeft opengelaten en dat geleidelijk aan duidelijk werd, zoals vandaag is gecommuniceerd, dat er ernstig mee rekening moet worden gehouden, maar dat andere motieven niet worden uitgesloten. Verder is het zo dat het Openbaar Ministerie een onafhankelijke onderzoeksrol heeft en dat het niet zo is dat het kabinet daarin enigerlei leiding kan nemen. En ik zou het in strijd met de rechtsstaat vinden als het kabinet daarin voorsprong neemt. Dat is ook voor de mensen de zaal, dat is ook de reden dat ik niet iets ga zeggen over het onderzoek of wat ik vind van bepaalde feiten en omstandigheden die hier ook vandaag de revue zijn gepasseerd. Dat past de regering niet in het kader van de rechtsstaat. De heer Kouzou. Voorzitter, wat vooral belangrijk is, is dat de minister van Justitie en Veiligheid zich realiseert dat ook op dit moment alle ogen op hem gericht zijn. Dat hij niet alleen, wat mij betreft, de verantwoordelijkheid heeft om vandaag te spreken namens de regering, maar ook om een stukje leiderschap te tonen. En ik verwacht het eigenlijk nog meer van de minister-president. En mijn punt blijft wel staande, want ik zou het o zo knap vinden als deze twee bewindspersonen op dit moment zouden zeggen, mensen, we moeten waakzaam zijn, we moeten alert zijn, we moeten de kalmte en de rust moeten we bewaren. Maar niet onnodig mogelijke suggesties vormen waardoor er nog meer onzekerheid en nog meer spanningen ontstaan in de samenleving. Ik vind het jammer. Voorzitter, ik wil benadrukken, ik heb dat ook in mijn inleiding en het antwoord aan de heer Buma aangegeven. Het is belangrijk dat we
En dat de minister-president heeft dat ook gezegd, dat we ons leven doorzetten. Daarmee laten we zien dat we in Nederland niet toegeven aan onverdraagzaamheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. En uiteraard staan we in nauw contact met de gemeenschappen en sluiten we aan bij wat er leeft in de samenleving. En tot slot, dat zei ik ook al in mijn antwoord aan de heer Buma, we moeten ook de kalmte, hoe moeilijk ook, hoezeer we door emoties overmand worden, we moeten de kalmte bewaren. De heer Segers namens de ChristenUnie. Mevrouw de voorzitter, ik wil u bedanken voor de waardige woorden die u heeft gesproken bij de herdenking. En ook de minister-president zei het treffend, we zijn in het hart getroffen. En ik denk dat we dat allemaal hebben aangevoeld gisteren, dat we allemaal met Utrecht meeleefden. En ik vond het mooi om te zien dat bijna kamerbreed, bijna politiek breed, iedereen ook respect wilde betonen en ook de campagne stopzetten. En daar zou ik eigenlijk iets meer de schijnwerp op willen zetten dan, nou ja, dan aandacht die een collega heeft gekregen om in zijn wijsheid te besluiten om dat niet te doen. Dat is verder aan hem. Maar het was dat grootste deel van de Kamer die dat wel deed. Ik begrijp dat de minister zegt wij moeten op veel onderwerpen, bij veel onderwerpen moet ik even halt houden, moet ik even later daarover spreken. Tegelijkertijd levert er heel veel vragen, in de samenleving. En dat zijn de vragen, hoe kon iemand vrij rondlopen met dit op zijn kerfstok? Hoe zat het met de communicatie? En hoe zit het met de veiligheidsdiensten? Zijn zij in staat om te doen wat ze moeten doen? Dan begrijp ik dat de minister zegt, op sommige vragen kan ik pas later antwoorden. Maar ik denk zeker die laatste vraag, als het gaat om de veiligheid, dat burgers ook recht hebben om te weten, zijn veiligheidsdiensten in staat te doen wat ze kunnen doen? Dus ik ben onder de indruk van wat ik gisteren zag, maar dan toch de vraag, zijn zij in staat, is er voldoende personeel om in Utrecht, maar ook op andere plekken, in te staan voor onze veiligheid en de veiligheid van alle burgers? De minister. Voorzitter, onze veiligheidsdiensten zijn zeer goed geoutilleerd. Onze veiligheidsdiensten staan ook internationaal hoog aangeschreven en onze nationale politie staat dat ook. Aan hen zal het zeker niet liggen. En dat heeft u ook in ieder geval gisteren gezien in de wijze waarop gisteren is opgetreden. Bij een dreigingsniveau 4, ik heb het al gezegd, hoort een hele hoge mate van alertheid. Dat er zoiets verschrikkelijks heeft kunnen gebeuren als gisteren in Utrecht, dat roept terecht vragen op. Ik wil net zo graag als uw Kamer dat alle vragen kunnen worden beantwoord. Dat we de onderste steen bovenhalen. En ik zeg dat er ook maar heel duidelijk bij, met alle pijnlijke waarheden die daarbij horen. Dat zijn we alleen al verplicht aan de slachtoffers en hun naasten. Laat dat heel duidelijk zijn. En laten we, daar roep ik ook een beetje toe op, voorzitter, laten we inderdaad niet de verdeeldheid hebben dat het zou gaan om de boel te bedekken. U heeft gemerkt, het Openbaar Ministerie, en ik heb ook begrepen, inmiddels de Raad voor de Rechtspraak, men geeft volledige openheid van zaken in persberichten over wat er speelt. We moeten die onderste steen bovenbrengen over dit verschrikkelijke incident. Ondertussen zeg ik uitdrukkelijk dat we moeten ook met ons leven doorgaan en wij blijven diensten hebben die uiterst alert zijn en er bovenop zitten. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik begrijp het inderdaad dat die vragen later beantwoord worden en dat we in alle eerlijkheid daar antwoord op zullen krijgen. Maar zou ik de minister dan inderdaad mogen vragen om in alle eerlijkheid de analyse los te laten op onze veiligheidsdiensten, op de samenwerking? Want we hebben inderdaad in die communicatie gezien dat dat niet helemaal synchroon liep. Dus daar is het nodig over te vragen, maar dan om in alle eerlijkheid ook die analyse los te laten. Kunnen we ten alle tijde doen wat we moeten doen om de burgers de bescherming te bieden die ze nodig hebben? Voorzitter, ja, maar ik wil een kleine lans breken hier voor onze diensten. Want ik heb al gezegd, er zijn een paar dingen in de afgelopen 30 uur in de communicatie niet even goed gelopen. Die zijn meteen hersteld. En voorzitter, we zouden hen tekort doen als we nu zouden zeggen, er zijn grote communicatiestoornissen geweest. Het goede van onze samenleving, afgezien van veel andere dingen, is ook dat we eerlijk zijn tegenover elkaar en dat we die fouten ook melden en dat we er meteen wat aan doen. Dat neemt niet weg, en ik heb het al gezegd, dat ik zo'n analyse toezeg en daar zullen we mee komen. De heer Van Rooyen namens 50+. Voorzitter, we hebben verdriet over de slachtoffers. We leven mee met de nabestaanden, de ouders van het meisje van 19, het gezin dat de vader verloren heeft. En de eerste vraag die bij ons opkomt is, had dit voorkomen kunnen worden?
Het is een hele brede vraag, maar ik zal hem verdiepen. Waren er signalen van radicalisering rond deze persoon? Anderen hebben min of meer daar ook op gewezen, maar ik wil die vraag expliciet stellen. Is het ook zo dat na Christchurch er de afgelopen dagen voor het incident van Utrecht een opschaling heeft plaatsgevonden, omdat het zelfs in dat land zomaar kan gebeuren? Ook Nederland was tot dusver gevrijwaard hiervan. We hebben nu een opschaling van terreur en risico's gekregen. De tram, de bus, geschoten, niet eerder vertoond. Is er opschaling geweest voor het weekend, naar aanleiding van Christchurch? Dat is de eerste vraag die ik zou willen stellen. De minister. Voorzitter, over de vraag of iemand in beeld is van de inlichtingendiensten, daar kan nooit in het openbaar een uitspraak over worden gedaan. Ik heb u al toegezegd, en ik benadruk dat nogmaals, dat wanneer het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat, en mogelijk zal dat al in een eerder stadium zijn ten aanzien van sommige vragen, zoals ik een antwoord aan de heer Van der Staaij aangaf, we al deze punten zullen analyseren en aan uw Kamer zullen presenteren. En dan heeft u de gelegenheid om met alle informatie op tafel die daar uw oordeel over te geven. En als u meent dat er nog informatie moet komen, dan zullen we dat op dat moment merken. We moeten daar nu niet over oordelen, want het zijn allemaal aspecten die mee worden genomen in het onderzoek dat nu speelt. De heer Van Rooyen. Ja, voorzitter. Mijn eerste vraag was, had dit voorkomen kunnen worden en was na de vreselijke gebeurtenis in Nieuw-Zeeland er sprake van een grotere alertheid? Ja. U kunt wel zeggen, ik kan niet vertellen wat we eventueel hadden kunnen doen, maar was er sprake van overleg het afgelopen weekend? Want wat daar gebeurt is ongekend. Het heeft mondiale aandacht, maar heeft het land tot op de grond doen sidderen. Dat kan ook hier gebeuren. Heeft dat gespeeld? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, de minister. Excuus, voorzitter. Daar heeft de heer Van Rooyen gelijk. Maar ik had dat eerder namelijk al gezegd. Er is inderdaad zeker naar aanleiding van Christchurch. Het dreigingsniveau heeft de NCTV op 4 laten staan, want dat kan technisch alleen naar 5. Als er echt sprake is, dat heeft u gisteren kunnen zien van een aanslag hier. De alertheid bij politie en andere diensten is afgelopen vrijdag wel, zoals dat heet, verhoogd. En nogmaals, ten aanzien van het kunnen voorkomen, dat is een punt waarvan ik al heb gezegd, toegezegd aan uw Kamer. Natuurlijk moeten we dat analyseren en zijn we alleen al aan de slachtoffers en hun naasten verplicht om daar verantwoording over af te leggen. De heer Baudet namens Forum voor Democratie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Terwijl wij gisteren het nieuws volgden en het grootste deel van onze campagneactiviteiten stil hadden gelegd en ons bij elkaar voegden om te praten over wat er allemaal gebeurd was, viel ons eigenlijk op dat er heel weinig bekend werd gemaakt en nog steeds over de slachtoffers, wie de slachtoffers waren. Waarom is daar zo weinig over naar buiten gebracht? En denkt de minister niet dat als daar meer over naar buiten was gebracht, dat veel sneller duidelijk was geweest wat hier gaande was? De minister. Voorzitter, ten aanzien van het bekendmaken van gegevens van slachtoffers geldt een vaste procedure die hier is gevolgd. Dat is een procedure die in de eerste plaats gericht is op zorgvuldigheid, om goed te kunnen identificeren om wie het gaat, en vervolgens op privacy en de persoonlijke sfeer, zodat eerst familie wordt ingelicht. En het OM heeft vandaag, ik meen rond 12 uur, daar verder informatie over gegeven. En ik wil benadrukken dat daar echt het belang van de slachtoffers en hun naasten echt vele malen zwaarder leegt dan het belang van nieuwsgaring voor de samenleving. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft, voorzitter. Maar de heer Baudet, tot slot. De minister maakt er nu iets van alsof ik persoonlijke adresgegevens, dat soort zaken. Maar gewoon, wat voor soort, hebben we het over een man, een vrouw, jong, oud, dat soort zaken. Dat had natuurlijk veel eerder bekend kunnen worden zonder dat je meteen de naam hoeft te geven of precieze toedracht. Ik denk dat dat een heel veel duidelijkheid had kunnen geven. Mijn tweede vraag gaat over, is een open vraag. Hoe beoordeelt de minister het succes van het immigratie- en integratiebeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd in het licht van deze vreselijke gebeurtenissen? Dat is een open vraag. De minister. Voorzitter, we zijn gisteren getroffen door een verschrikkelijke tragedie. Ik geloof dat we dat mogen zeggen. Ik heb u al gezegd
dat we zullen gaan analyseren wat daarvan de toedracht en voorgeschiedenis geweest en wat er gebeurd is. En we moeten ons dan inderdaad toespitsen op wat daar gebeurd is en wat daar misschien voorkomen had worden. We hebben in Nederland een samenleving waarin we verdraagzaam zijn en waar we met elkaar optrekken en waar ik ook duidelijk de oproep heb gedaan om dat te blijven doen. En ik vind dat ik het aan de slachtoffers, ikzelf als minister van Justitie, verplicht ben om alles te doen om strafrechtelijk het OM de mogelijkheid te bieden en de rechter om hier tot een goede beoordeling te komen en daarnaast uw Kamer verantwoording af te leggen hoe dit verschrikkelijke gebeuren heeft kunnen plaatsvinden. De heer Jetten. Nee, de heer Jetten namens D66. Voorzitter, gisteren was een zwarte dag voor Utrecht en ook namens mijn fractie wil ik uitspreken dat onze gedachten uitgaan naar de slachtoffers en de nabestaanden en onze dank naar alle hulpdiensten die gisteren zo snel in actie kwamen om levens te redden en die verdachten in de kraag te grijpen. En voor ons als politiek is er nu geen draaiboek wat we moeten doen na zo'n verschrikkelijke dag. Maar ik zou wel willen aansluiten bij de oproep van mevrouw Marijnissen aan al onze collega's. Want natuurlijk hebben wij vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. En natuurlijk willen we dat de minister en het kabinet zo snel mogelijk daar duidelijkheid over geven, zodat we daar het debat over kunnen voeren. Maar laten we alsjeblieft, terwijl de vlag half stok hangt en mensen in het ziekenhuis vechten voor hun leven, een beetje temperen in het trekken van conclusies. Conclusies die alleen maar de haat en de verdeeldheid in deze samenleving aanwakkeren en polarisatie vergroten. En als ik dan hier aan dit katheder sta naast een collega die, terwijl alle partijen hun campagne hebben gestaakt, gisteravond al grote woorden sprak over migratie en daarmee groepen in Nederland een beschuldigende vinger toewees, terwijl één gek een verschrikkelijke daad heeft verricht. Een collega die niet eens het fatsoen heeft om op tijd in deze zaal te zijn als we die slachtoffers herdenken, dan word ik echt misselijk terwijl ik hier sta, mevrouw de voorzitter. Dit was eigenlijk geen vraag, maar een oproep aan iedereen, begrijp ik. Dan, tenzij u daarop wilt reageren, de minister? Nee, voorzitter. Dan ga ik naar de heer Asscher namens de PvdA. Voorzitter, ik wil graag de nabestaanden condoleren die nu rouwen. Ik wil de mensen die gewond zijn geraakt sterkte wensen. En ik wil iedereen bedanken die gisteren en vandaag heel hard heeft gewerkt om mensen te redden, mensen veilig te houden en het in goede banen te leiden. En voorzitter, ik vind iedereen die eigenlijk, terwijl je in de naweeën van zo'n crisis zit, alle conclusies al heeft getrokken, die spreekt voor zijn beurt. Er is niemand te vinden die niet wil weten hoe de dader op vrije voet heeft kunnen lopen. Er is niemand te vinden die niet wil weten wat we kunnen leren van deze affaire. Misschien is het wel passend om gewoon vandaag stil te staan bij het verdriet dat mensen voelen en de mensen te bedanken die zo hard hebben gewerkt. Het geldt wat mij betreft ook voor de vage conclusies over de communicatie. Als je in een crisis zit, dan worden er ook vergissingen gemaakt. En daar ga je dan weer van leren. Wat ik heb gezien is hardwerkende mensen, ook aan de kant van de overheid, ook de burgemeester, ook de twee bewindspersonen hier, die hun best hebben gedaan om daarmee om te gaan. En ik denk dat we als land ook wel dankbaar mogen zijn dat er heel veel mensen zijn die naar voren stappen als er crisis is, als we bedreigd worden door een gruwelijke aanslag. We zullen daar alle lessen van leren, we zullen daar alle vragen over stellen. Maar wat mij betreft hoeft dat niet nu. Dan ga ik naar de heer Dijkhoff namens de VVD. Ja, voorzitter, gisteren is een zwarte dag. Er zijn 3 mensen willekeurig uit hun leven en uit onze samenleving weggerukt, gedood. Door een persoon. De motieven hebben veel vragen over. We zagen daarna vertrouwenwekkend. We hopen dat het eigenlijk nooit ziet. Maar wat je zag was vertrouwenwekkend optreden van de overheid, van de diensten. Snel ter plaatse, de vermoedelijke dader relatief snel gepakt. En gedurende de dag hebben we denk ik meer vragen gekregen dan we nu kunnen stellen. Maar ik respecteer ook dat de antwoorden nu niet gegeven kunnen worden door het kabinet. Ik denk dat het ook logisch is dat mensen bij gebrek aan antwoorden zelf invullingen geven. Hoewel ik het zelf niet doe, is het niet onmenselijk dat mensen conclusies trekken. Dat mensen speculeren over motieven. Dat mensen voor zichzelf al zeker weten waar het aan ligt. Dat anderen daar dan weer iets van vinden. En voor je het weet zitten we vooral hier over elkaar iets te vinden. In plaats van mee te rouwen en mee te steunen met de mensen die nog voor hun leven vechten.
en op andere manieren gewond zijn. En vergeten we dat de werkelijkheid niet hier is, maar buiten. Daarmee is het niet weg. Daarmee is het niet zo dat niet breder in de samenleving mensen gisteren al dingen hebben gehoord, dingen hebben gelezen, dingen hebben meegekregen. Ik heb mezelf honderden dingen afgevraagd die ik een uur later alweer vergeten ben, omdat de feiten weer anders bleken te liggen. Dus ik wil het kabinet alleen maar meegeven. Ik ga ervan uit dat de Kamer geïnformeerd wordt over alles zodra dat kan. En dan zullen we het erover hebben. Maar om ook bij de communicatie naar de samenleving niet alleen in te gaan op wat je gevonden hebt dat zo is, maar ook te kijken naar welke zaken blijven nou rondspelen. Welke zaken blijven nou vragen in de samenleving waar misschien het feitenrelaas wat we dan gevonden hebben geen antwoord te bieden. En ook te kijken of er actief gekeken kan worden aan het ontkrachten of het in een perspectief plaatsen van hardnekkige geruchten of scenario's die zich ook blijven voordoen. Dat we daar ook aandacht voor hebben. Ja. Voorzitter, geef ik het woord heel aan kort de minister, op de laatste drie, laatste drie sprekers. Er is sprake van grote vertwijfeling door de gebeurtenis van gisteren. Bij vertwijfeling horen ook heel veel vragen die dwars door elkaar heen gaan. In dat opzicht begrijp ik heel goed wat de heer Dijkhoff inderdaad zegt. Het ene moment dacht ik nog dit, het volgende dacht ik dat. Wij begrijpen dat als kabinet, dat dat speelt in de bevolking. En wij hebben de taak om telkens weer te zorgen voor de rust en te zeggen tegen de mensen, wij zorgen voor de veiligheid. En wij zorgen er ook voor dat de antwoorden er komen. Daar gaat het om. En ondertussen moeten we hopen dat we met elkaar die vertwijfeling om kunnen zetten in de kracht om verder te gaan. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit mondelinge vragenuur. Ik dank de minister-president. De minister blijft of wordt vervangen. Dank jullie wel. Minister van Justitie en Veiligheid, ook bedankt. En ik schors de vergadering tot 3:00 en dan gaan we stemmen. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.